koffie en thee om het ijs te breken en een praatje te maken. De gebiedsregisseurs zijn druk bezig. In de gemeente Gelderop-Mierlo zijn er 3 gebiedsregisseurs actief. Ze zijn vooral een persoonlijke verbinding tussen de gemeente en haar inwoners. We zijn eigenlijk een stukje contactpersoon tussen mensen en gemeente. Als mensen iets willen doen aan waar de leefbaarheid ten goede komt in hun straat, buurt of wijk, dan proberen wij daarbij te helpen. Hè. We faciliteren, we organiseren doen we niet, we zijn geen organisatiebureau, maar we helpen mensen op het goede pad. Momenteel zijn de regisseurs druk bezig met hun actie Koffie op afstand. Ze gaan in gesprek met de bewoners en horen bijzondere verhalen aan. Heel veel leuke verhalen, ook heel veel schrijnende verhalen. Hè. Zeker in tijden van corona, nu. Hè. Mensen zijn eenzaam, mensen zijn alleen, mensen komen niet buiten of durven niet buiten. En ja, daar hebben we eigenlijk op ingehakt met een actie Koffie op afstand. Hey, goedemorgen. Waar zitten jullie er heerlijk bij? Uiteindelijk vind ik dit een heel mooi initiatief. Omdat je toch, vooral in deze tijd, mensen toch misschien een beetje kunt helpen. En uit zijn soort isolement wat sommigen kunnen krijgen, daardoor eruit te halen. Nee, mensen zijn vervreemd van elkaar. Hè? Je weet bijna niet meer hoe je buurman heet. Dus we proberen daar toch weer de ouderwetse gevoel, laat ik het zo dan maar noemen, om dat een beetje terug te brengen. En om ook te zorgen dat mensen de draad toch weer oppakken. Hè? Alleen melk, hè? Of vast alleen suiker? Alleen suiker. Alleen ja. Als je bijvoorbeeld problemen hebt met de buurt of met problemen met een persoon, dat je daar onafhankelijk met iemand over kan praten, zonder oordelen en vooroordelen, en daar dan een oplossing voor kunt zoeken. De gebiedsregisseurs zijn dus op een laagdrempelige manier aanwezig in de wijk. Je kunt ze bellen om initiatieven uit te werken, verbinding te zoeken in de wijken en nog veel meer. Het is belangrijk dat wij er zijn, omdat wij een korter schakel zijn richting de gemeente. We zijn het gezicht van de gemeente, zo wil ik hem niet precies noemen. Maar mensen weten ons snel te vinden, we weten snel antwoord, we weten snel bij wie mensen moeten zijn of juist niet moeten zijn. We kunnen echt mensen verbinden en ons netwerk aanboren daarin. Ja, dat is echt een pluspunt voor de buurt en voor de mensen onderling.